Hallo kijkers van Dagelijkse Gamer. Vandaag speel ik weer GTA 5 Races samen met Martin. En ik zie dat we doorzichtig zijn. Dus we kunnen jammer genoeg elkaar niet beuken. Maar dat geeft niks. Nou, Martin heeft er eentje van Benny's en ik rij meteen weer daar volop tegenaan. Ja, het is mijn chimp. Ja, chimps. En ik heb Martin nu alweer gehaald. Ik heb ook een beetje lag, dit is ook echt zeker. Alweer? Ja. Echt aan Martin, waarom heb je altijd lag? Geen idee, je moet aan Rockstar vragen, die moet niet veel te zwaar hebben. Rockstar maakt die games nou niet zo zwaar. Ik hoorde een explosie, was jij dat? Nee. Ja. Ik ga even hetzelfde. Ik had toch een beetje een andere auto kunnen kiezen. Deze slipt echt alle kanten op. Ook weer. Haha, Martin. Ja, ging hem meteen over de kop. Martin kan totaal niet rijden, echt waar. Ja, maar het komt door echt om door lag. Ja. Dat is vervelend. Ik zou zeggen van, ga lekker sparen en koop weer een nieuwe computer. Ja, maar computer kost veel erg duur, hè. 1500 euro, dat is echt niet duur hoor. 1500, je zegt 1500 euro, dat is wel duur. Nee hoor, dat is echt niet duur. Oh jawel hoor. Ik heb hier eentje staan van 1500 euro. En een computer van 500. Dan zijn je totaal 2000 euro bij elkaar. Wacht, moet je snel. Oh, je moet hier snel rijden. Russa, let op nog van 300 euro. Dus ik weet niet hoor, Martin, heb je dan zo armoede daar? Of heb je gewoon geen zin om geld uit te geven? Holy shit, mijn auto remde niet. Ja, zoveel geld. Ik ben net zo rijk als in GTA. Ik koop alles wat ik maar wil. Als ik geld heb. Meteen uitgeven. Dan ben je er ook meteen weer vanaf. Hoef je ook niet op te letten of je het nog hebt. Wat een geld bewaren. Als je het ook helemaal meteen kan uitgeven. Maar ja, 1500. Ik heb gewoon alleen maar iets meer doen. Alleen dan heb je wel een nadeel van, als je echt alles uitgeeft, kan je, en als je echt iets wilt, dan kan je het zelf niet meer betalen. Heb ik zelf ook. Met de camera, wat nu mijn facecam is. Ja jongens, daar heb ik 200 euro voor moeten betalen. En bij mijn auto's niet ontploft. Om voor jullie mooie beelden te maken. Martin. Ik sta gewoon eerste, jong. Oké, Martin wint toch nooit, dus dat scheelt. Het is voor mij lekker makkelijk. Ik heb wel gewonnen. Bij één aflevering. Ja, maar kijk hoe vaak dat ik heb gewonnen, man. Jij wint maar één keer of zo. Ik denk echt dat je een keertje in je vrije tijd. Het is nu vakantie. Dus ik denk dat je echt eventjes in GTA, ja, eventjes wat auto's moet gaan pimpen, hoor. Om weer eventjes mooie gepimpte auto's te hebben, wat snel is. Misschien kan je dan toch weer even winnen. Nou, toen was Mart stil. Toen had hij niks meer te zeggen. Ja. Maar ik zie de finish alweer. Dat heeft wat te betekenen, dat ik alweer eerste ben. Oh yeah. Bam. Eerste race, meteen de eerste. Nu kijken wat Martin allemaal gaat doen. Wee-hoe. Oh, hij is pas daar, wauw. Ja, maar nee, toch zal bijna bij de finish. Ik zal doorgassen dan. Gassen. 5, 4, 3, yeah. Jammer, hij heeft geen DNF. Jammer. Nou, in ieder geval, dit was de eerste race. En we hebben de 3. Dus er zijn nog 2 races en wij gaan nu naar de tweede race. Dus op naar de tweede race.
Oké, mensen, we zijn alweer bij de tweede race. Ik zit dit keer in een andere auto. Ik weet het totaal de naam er niet van. En Martin zit ook in een andere auto. En dit is ook weer met chums. Dus ik ben benieuwd hoe het met deze auto gaat. Dus Lego! Wie? Martin, je had je eigen chump ook kunnen nemen, hoor. Er waren twee chums namelijk. Oh, wauw, wat is dit voor race, man? Holy shit! Zo, jongen. Gelijk de hele berg afgerold. Oh, kak, ik spring gelijk eraf. Ik had beter overroadwagen kunnen pakken. Nou ja. Mijn auto is zo snel, joh. Oh, sorry voor je kraampje. Allemaal banana's. Banana's. Banana! De minions. Mooi. Auw, dat was een boom. Martin, help! Leg op een zaai. Oh, je legt op het dak, jij. Doei, Martin. Ik ben er vandoor. Ha. Ja, en opstaan, opstaan, opstaan. Oh, scherpe bocht. Zo. Nou, dat weet ik. Volgens mij was het muurtje van... Hoe noem je dat nou? Veringen. Want ik schoot meteen weg. Dat is belachelijk. Lego. We gaan weer volle vaart vooruit. Want ik zie alweer een chump. Wie zal het er voorover? En ik maak ook nu een chump. Hartvlat. Nee. Oeh, ik ontplof gelukkig niet. Oh, kak. En ik ook niet. Gelukkig. Schreeuw nou niet zo in je microfoon. Ja, maar toch gelijk schreeuwen. Nee, want dan sta je harder dan mij. Ja, yeah, ik word zelfs doof van je, ja, moet je nagaan. Zo hard is dat je bij jou muziek. Nou ja, de microfoon zelf, nou, de headset zelf is ook hard. Maar al het gamegeluid staat ook zacht bij mij gewoon. Ook al hoor ik de uit te laden van mijn auto echt heel goed. Wow. Een vrouw in deze game zei van... You are amazing. Lachen. Oh, hier kan je lekker door blijven rijden. Oeh, dus alleen maar rechtdoor rijden, joh. Hoe hard rij ik wel? 120 of zo? Oh! Fruitkraampjes. Doei, fruitkraampjes. Oeh, windjump. Zal ik het halen? Of niet? En ik heb het gehaald. Nu alleen Martin nog. Dus ik ga weer lekker achterover zitten. Mm-hmm. Heb je het gehaald? Nee, je hebt het nog niet gehad met je Sam Torno. Kak, tegen de boom gereden. Ja, tegen een boompje, hè? Wat heb je met al die bomen? Ja, ik ben tegen de boomnatuur uit. Ga ik halen. 5, 4, nou, tegen de boom. Martin heeft een derf. Puur omdat hij met bomen wou knuffelen. Het is boomknuffeldag. Het is al lang geweest, man. Ja, en dus? Ik vind het elke dag boomknuffeldag is. En voor mensen, we gaan naar de laatste race. En dat is namelijk de derde race. Dus op naar de derde race. Oké, mensen, we zijn alweer bij de derde race. Ik zit op deze soort van quad, of hoe je het ook kunt noemen, motor. En Martin zit in zo'n ding. Geen idee hoe ze die noemen, maar ik zit in deze. Oeh, deze heb ik een keertje gedaan, maar dat was een keertje met golfkarretjes. Dat was niet te doen met golfkarretjes. Aan de kant. Oh mijn god. Maar dit is totaal niet goed met grote auto's ook. Oh ja, ik zag wat met grote auto's kan. Ah, ik zit hier vast. Ah, nu sta ik voor. Omdat ik zo'n klein autootje heb. Eigenlijk is het een motor. Kan ik er best wel over doorheen. Alleen je valt er snel vanaf. Dat is het enige scenario. Of je komt echt zo'n muurtje aan als je niet goed stuurt. Oh yeah. Ik sta nog steeds eerst en Martin rijdt achter me. Ja.
Kak, ik kan geen bom tegenaan. Ik kan geen bommen gooien, jammer genoeg. Nou, ik hem op GTA Race moeten doen. Nou, dat is voor de volgende keer dan maar. Want dat is echt vervelend. Soms zit in een band ergens vast. Godverdomme. Godverdomme. Alweer. Miep, miep. Kom op, kom op, kom op. Oh, alweer een kutmuurtje. Gas. Dit ding is al snel. Sneller dan Martijn's hagertje. Nou, als je een beetje goed stuurt, kan hij nog sneller. Kom op. Ik zie de finish alweer. Ik had hem op meer laps moeten doen, maar dat vond ik niks. Dus ik ben weer eerste en Mighty tweede, want hij kan geen DNF halen. Dus we gaan zo de score bekijken. Dus, ja, je weet toch dat je helemaal wint, dus... Ja, maar het is altijd leuk om de score te zien, hè? Nah. Nee, oké, dan sla ik hem af. Ik heb €1200 gekregen. Dus mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Abonneer ook eventjes op Martijn's kanaal, maar dat hoeft ook niet. Want Martijn heeft ook toch niks, dus... op zijn kanaal lijken GamesNL. Ah, ik heb wel eentje wel geüpload. Maar moet ik even kijken hoe ik tipmails hierop kan zetten. Kan je niet. Nou, ik heb tipmails gemaakt, maar ja. Nee. In ieder geval mensen, ik wil niet accept dat ik een plaatje hierop zette. In ieder geval mensen, volg me ook eventjes op Twitter, @tjondelg, dan kun je op de hoogte houden wanneer weer een video online komt. En als een video niet online komt, ja, dan heb ik het gezegd, waarom niet? Dat weten jullie onderhand wel. Maar er komt ook in deze vakantie, in de meivakantie, dus deze 2 weken vakantie die we hebben, ook een livestream online. Ik weet nog niet wanneer, dus hou de Twitter en mijn kanaal even in de gaten. En dat zal een test livestream zijn om te kijken of mijn internet aan kan. Dus ik weet ook niet hoe lang dat we gaan livestreamen. Het kan 1 uur zijn, maar het kan ook 4 uur zijn. 4 uur lang, weet ik veel. Maar dat zullen jullie wel zien. Volg me ook eventjes op Instagram, daar zou ik gamen. Gewoon omdat het leuk is. En als jullie tenminste zin daarin hebben om naar te kijken, kun je mijn foto's zien. Ook al zijn het er niet zoveel. En dat was alles wat ik wou zeggen. Dus Martijn, ga je lekker weer gezellig met me meedoen? Nee. Nee? Maar alsnog doet hij het dus. En dat is het woordje... Later!